welkom bij deze video over paragraaf 17.3 van hoofdstuk 17 DNA. Als het goed is heb je net deel 1 gekeken van de paragraaf 17.3 en die ging over het stuk transcriptie. Wij gaan het nu hebben over het stuk translatie. Waar heb ik het dan precies over? Nou, dan heb ik het over dit verhaal. Wij hebben van DNA eerst RNA gemaakt en uiteindelijk het grote doel van dat DNA is het maken van een eiwit. In hoofdstuk 18 leer je dat eiwitten heel belangrijk zijn in het menselijk lichaam en ook overal voorkomen. In de eerste video heb ik dus het transcriptieverhaal verteld. In deze tweede video zal ik het translatieverhaal vertellen. Zojuist hebben we dit gehad, dus dan kan ik allemaal doorheen klikken. Dan kom ik bij dit verhaal. De hoofdrolspelers in dit verhaal zijn het startcodon en het stopcodon, tRNA, dat moet een klein t'tje zijn, en een anticodon. Het aflezen en het vertalen van een mRNA-boodschap naar aminozuren heet translatie. Het is heel belangrijk dat jij je bewust bent dat we nu toewerken naar dat eiwit. En dat het eiwit niks anders is dan een aaneenschakeling van aminozuren. Dat vinden heel veel mensen nog wel eens lastig. Ik vergelijk het wel eens met een kralenketting. Eigenlijk kan je een eiwit zien als een kralenketting met daaraan allemaal verschillende kralen, de aminozuren genaamd. Nou, translatie vindt plaats aan de ribosomen in het cytoplasma, ook wel het grondplasma genoemd. Al vind je ook wel ribosomen op het endoplasmatisch reticulum. Dat wordt dan het ruw ER genoemd, omdat het heel ruw is, omdat er al die ribosomen op zitten. En dan komt een heel bijzonder stukje. Ribosomen bestaan voor een heel groot deel uit eiwitten, maar ribosomen bestaan zelf ook uit RNA. Dat is een feitje, daar hoef je verder niet zoveel mee, maar als je maar niet schrikt als dat op de toets een keertje genoemd wordt. Dat RNA wordt rRNA genoemd, ribosomaal RNA. De translatie begint met de binding van het kleine deel van het ribosoom aan het mRNA. De translatie is nog niet in volledige werking dan, dat komt zo meteen, als ook het grote deel erbij aanschuift. Maar eerst bindt het kleine deel van het ribosoom. Dat schuift over het mRNA naar het startcodon toe. Zodra het startcodon is bereikt, bindt ook het grote deel van het ribosoom en dan kan de translatie echt gaan beginnen. Nu snap je ook beter waarom er zoiets bestaat als het startcodon. Blijkbaar is mRNA heel lang. En zit er dus een kapje aan en zo'n adenyl-A-staart. En pas een klein stukje verderop, dus zoals je hier ziet, dit is al het begin van het mRNA. En pas hier zit het startcodon. Dus pas hier begint de echte translatie. Nou, dus hier bindt het kleine deel en dat schuift zo daar overheen. Het meest ingewikkelde aan die translatie is het verhaal van het tRNA. Want het tRNA is eigenlijk het vervoersmiddel dat de juiste aminozuren naar de juiste plek toe brengt. Alleen het is zo verwarrend, al die verschillende RNA's, die kunnen jou behoorlijk in de war brengen, denk ik. Dus ik probeer het ook als volgt uit te leggen. Misschien moet je het tRNA niet al te veel in de war laten schoppen door het feit dat tRNA RNA is. Misschien moet je het gewoon zien als een vrachtwagen met een laadbakje. Het tRNA heet zo omdat het transport-RNA is en het brengt elke keer een aminozuur naar het ribosoom toe. Het kan namelijk één aminozuur vervoeren. Het bijzondere van dit tRNA is nou ja, dat het RNA is, dat is natuurlijk al heel bijzonder. En het heeft ook altijd een beetje een klaverbladstructuur, zoals je hier ziet, een beetje zo'n klavertje 4. Nou, dan zijn er een aantal begrippen in het tRNA die belangrijk zijn. Dat tRNA bindt hier dus bovenin, ik denk dat je mijn muis wel kan zien, aan het mRNA. In het mRNA vinden wij het volgende codon, UGG. In de BINAS kan je dan opzoeken wat voor aminozuur daar aangekoppeld moet worden. Dat is allemaal hartstikke fijn, maar hoe weet de cel welke aminozuur er naartoe moet? Nou, in dat tRNA zit een stukje dat precies het tegenovergestelde is van wat hier staat, UGG. Het tegenovergestelde daarvan is ACC. Dat stukje in het tRNA, dus het vrachtwagentje met het laadbakje zoals ik dat noem, wordt het anticodon genoemd.
En hier aan de andere kant van die klaverbladstructuur zit een aminozuurtje. Nou, dat aminozuurtje laat zo meteen los en wordt zo meteen toegevoegd aan die polypeptideketen. Het is heel belangrijk dat precies dit op deze manier koppelt. UGG en ACC, dat die tegenover elkaar gaan zitten. Hier zie ik bijvoorbeeld nog een codon, AAU. Dit is een codon in het mRNA. ACC gaat niet hier tegenover zitten, want dat past niet, dat matcht niet. Hier zie ik nog een codon, GC, nou ja, en verder heb ik niet. Maar dat zijn allemaal codons in het mRNA. En doordat hier in het tRNA precies het tegenovergestelde zit, het anticodon, komt zo op die manier het juiste aminozuur op de juiste plek. Dus, even samenvattend, aan de bovenkant en onderkant van het tRNA zit een tripletcode, waarmee een tRNA vasthecht aan het triplet in het mRNA. Daar. Dat triplet heet het anticodon van het tRNA. Nou, zodra dan een stopcodon bereikt is, dan bindt een ontkoppelingseiwit aan het mRNA en nu koppelt het mRNA los van het ribosoom. Dus dan is uiteindelijk de hele translatie gestopt. Maar dat tRNA, dat kun je dus vergelijken met een vrachtwagentje met een laadbakje die elke keer één aminozuurtje komt afleveren en dan gaat hij er weer vandoor. Zo ziet het eruit in een afbeelding. Ik weet niet of bron 16 is in jullie boek, ik weet niet of het het oude boek is, maar de afbeelding ziet er hetzelfde uit. Het kleine deel van het ribosoom bindt dus alvast, schuift door naar het startcodon. Dan komt ook het grote deel van het ribosoom. En dan die tRNA, hier getekend als een beetje een paars frummeltje. Die brengt dus steeds het juiste aminozuur. Dus hier beginnen we met een aminozuur, wat een bruin bolletje is. Volgende aminozuur wordt gebracht. Ja? Dus zo zie je dat deze kralenketting van bolletjes, bruine bolletjes, steeds langer wordt. Elk bolletje hier moet een aminozuur voorstellen. Ja? Je moet dit plaatje een beetje lezen als een strip. Elk tRNA'tje brengt een aminozuurtje. Hoe weet hij welk aminozuurtje die moet brengen? Die koppelt precies aan het mRNA met zijn anticodon. Nou, en is het stopcodon bereikt, dan vallen die twee delen weer uit elkaar. De kleine deel van het ribosoom en het grote deel van het ribosoom. Dat moet jij kennen, dit verhaal. Daarnaast moet jij in staat zijn om deze BINAS-tabel te kunnen gebruiken, waarbij je dus afleest welke mRNA-code hoort bij het volgende aminozuur. Je kan het op twee manieren doen. Je kan hier heel snel in aflezen van welke code hoort bij welk aminozuur. Mijn voorkeur gaat uit nadat je deze onderste tabel gebruikt. Bijvoorbeeld als ik tegen jou zeg de AAG, welk aminozuur hoort daarbij, AAG. Nu zie ik hem toevallig heel snel staan, hier, lysine. Maar ik kan me voorstellen dat je niet zo heel snel iets in deze tabel kan vinden. En als ik hier kijk, eerste base A, tweede base A en derde base G, dan weet ik, het is aminozuur K, het is lysine. Ja, dus mijn voorkeur gaat uit dat jij deze gebruikt, mocht jij iets van translatie moeten doen op de toets. Tot zover de translatie, waarbij dus de grote spelers, laat ik even teruggaan naar de eerste dia, het startcodon zijn, het stopcodon, het tRNA en het anticodon. Als tip nog, de amoebe sisters, je schrijft het als amoebe, die hebben hele goede video's ook over heel veel biologische onderwerpen en ook wel over het onderwerp protein synthesis. Zij zijn in het Engels, maar je kan ze ondertitelen. Ik raad ze echt van harte aan. Dus amoebe sisters, meervoud, protein synthesis. Heel veel succes. Hoi hoi.